Je hebt 10 minuten de tijd om gewoon te verstoppen of weg te rennen. Ja. Ergens het bos in of de wijk in. En dan gaan wij na 10 minuten zoeken. En degene die jou als eerste vindt, dus of Thomas of ik. Die mag zijn haar knippen. Thomas heeft hem gewoon gezien. Dus we zijn in de buurt. Ik zit er niet op. Die gaan met stoel stoppen. Boom! Dit is het. Yo mensen, ook weer een nieuwe video. Mijn naam is Rutger. Ik ben Abbe. Ik ben Tobias. En vandaag staan we in de tuin en we gaan iets superleuks doen. Namelijk, zoals jullie weten, is de lockdown, de kappers zijn dicht. En Abbe, jouw haar is best wel een vogelnest. Mogelang. Echt. Ja. Bedankt. En we hebben een heel leuk spel bedacht. Namelijk, Abbe, jij gaat zometeen. Je hebt 10 minuten de tijd om gewoon te verstoppen of weg te rennen. Ja, ja. Ergens het bos in of de wijk in. Maakt niet uit. Ergens heen hier in Zeist. En dan gaan wij na 10 minuten zoeken. En degene die jou als eerste vindt, dus of Tobias of ik. Die mag zijn haar knippen. En dat is natuurlijk wel een droom. Misschien heb je ook broertjes of zusjes. Je zou altijd wel een keer diegene zijn haar willen knippen. Dat gebeurt natuurlijk normaal nooit. Maar vandaag is de dag dat één van ons dat mag gaan doen. Om de 5 minuten stuurt alles een live locatie door. En dan kunnen wij dus kijken wat hij op dat moment is. Dan gaan wij daarheen om te kijken of we hem kunnen vinden. En degene die ons eerst vindt, ja, die mag dus haar knippen. Maar is er nog een mogelijkheid dat ik kan winnen of is dat niet? Kun je dat toch wel even doen? Als je 3 uur uit handen blijft, dan mag je ons knippen. Oh, ik ga traaien, jongen. Dus Ab, jij krijgt zo'n 10 minuten, krijg je de tijd om al weg te rennen. Ja. En na 10 minuten stuur je de eerste locatie en dan gaan wij beginnen. Okay. Dus dat lijkt een klein beetje op jasseizoen. Dus als je zegt, lijkt op jasseizoen. Ja, klopt in principe wel, maar alleen. Nu is het meer een wedstrijdje tussen Tobias en Rutger. Precies, en niet dat wij hem moeten pakken. Dan boeien niet wie hem pakt, zolang iemand hem pakt, dan kunnen we zijn haar knippen. Ja. Ab, ben je klaar voor om te gaan? Ik ben wel klaar voor op zich, hoor. Nou, geef je de arm voor achter de deur. Kijk, hier ga je gewoon lekker bos in. Ja, dat is ook wel leuk. Ja, ga je bos in? Ja, ik ga wel bos in. Op, later hè. Tot zo. Oh, we moeten hem sowieso pakken. Maar ik hoop dat ik hem pak. Ja, ik hoop dat ik hem pak. Maar het is wel echt een lastige challenge. Trouwens, deze video zien jullie als het net nieuwjaar is. Dus de beste wens allemaal. Bedankt voor het afgelopen jaar. En heel veel plezier aankomende jaar. En kijk alles niet te negatief. Want er zijn heel veel dingen die niet doorgaan dit jaar. Maar probeer toch de leuke dingen te doen die je wel kan doen. Hey, dat is de boodschap van Tenten. Spreekt die mooi, hè? Huppakee. Oké, wij gaan zo meteen Abbe zoeken. Yo. Jongens, Rutger achter de camera. Abbe heeft een kaart gestuurd. Ik zeg Rutger, veel succes. Ik ga rennen. Doei. Doei. Ga snel kijken waar die is. 500 meter verder is die. Hij staat bij Tobias rent. De locatie was 500 meter verder. Maar ja, kijk, het is nu, we kunnen erheen lopen. Dan ben je ook ongeveer 10 minuten verder. Maar je moet eigenlijk dus gaan bedenken welke kant hij op zou gaan. Want als je dat goed hebt, dan zit je bij de volgende locatie heel erg in de buurt. Dus ik denk, want hij kan twee kanten op. Of meer de woonwijk in, of meer de bossen in. En ik denk dat hij meer de bossen in gaat. Dus wij gaan proberen om een beetje hem af te snijden richting de bossen. Als we het verkeerd hebben, zijn we helemaal de sjaak. Als we het goed hebben, hey, dan is het top. Dus let's go rennen. Kijk, hij is een nieuwe locatie gestuurd. Weer 500 meter verder. En het is meer die kant op. We moeten daarheen. Oké, hij is echt best wel ver weg nog. Dus de laatste locatie is best ver weg. En wij lopen nu eigenlijk schuin richting het bos. Dus als hij zometeen verder is gelopen het bos in, dan gaan zij een beetje aan het afsnijden. Maar als hij de andere kant op is gelopen, zijn we alleen maar verder weggegaan. Maar ja, over 2 minuten krijgen we een nieuwe locatie. Dus we moeten nu gewoon een beetje snelheid maken. Het zou zo leuk zijn als we zometeen ineens gewoon locatie 100 meter zien of zo. Oké, we hebben net. Gingen met een drone vliegen. Dat was al een tijdje, 2 uur geleden. Daar is hij nu heen gegaan. Hij is 600 meter van ons vandaan. We gaan hier toch zo, dan gaan we daar het bos in. We lopen midden in het bos. Hij is, als je hem daarheen filmt, hij is hier ergens in. Alleen dan heel ver weg daarin. Waar? Shit. Hij is weer terug, goed terug. 500 meter hier vandaan. Hij is weer de woonwijk in gegaan. Toch wel. Maar is hij ver weg? Dat niet. Heb je gezien? Ja, ik zag hem veel rennen zo van alle kanten. Hij wilde weg te rennen, het bos in. Ik vol hem achteraan. Kak. En toen zei hij mijn voeten kunnen kiezen tussen de jongen van rechts. Ja. En toen heb ik de verkeerde weg gekozen. Oh. Oké, Tobias heeft het dus net gezien, jongens. Besef, Tobias heeft het gewoon gezien. Dus we zijn in de buurt. Ja. Zijn nieuwe locatie is van ons nu 4 minuten vandaan. Oké, Tobias, wij lopen nu gewoon in de nieuwbouwwijk in. Want ik denk dat hij daar weer in gaat. Oké, het is 45. Dat betekent dat een nieuwe locatie nu moet komen. We staan een beetje op een soort kruispunt. Hij kan deze kant op komen. Hij kan ook nog verder weg gaan. Dus het is nu even kijken van... Ja, elk moment kan hij komen. Nu moeten we gewoon heel veel wachten hier. Vanaf hier kunnen we kijken welke kant het slimste is. Want weet je wat het is? Als hij je ziet, zoals Tobias zag net ook, dan rent hij gewoon kaart weg. Dus in de verte heeft geen zin. Je moet eigenlijk soort van weten wanneer die komt. Moet je soort van verstoppen. En dan gewoon van een paar meter moet je gewoon pakken. Hij is bij de... Hij is thuis. Kom. Hoe kan hij opeens thuis zijn? Hoe kan dit? Toch wel. Alwe is nu gewoon bij ons thuis. En hij stuurt, sorry, ik was even wat drinken. Ho, wat een gast zeg. Nou, wij gaan snel verder. Niks aan te doen. Oké, we zijn aan het lopen. Teerso is er ook bij. Ja, die hebben we snel gezien. En die gaat even de live locatie bekijken. Want mijn telefoon is een beetje leeg geraakt. Hij is nu dus in het bos achter ons huis. Dus we moeten nu echt wel weer eventjes een stukje lopen dan we vinden. Dus je ziet het zo meteen wel weer. Tobias, praat nog een keer voor de camera. Ik loop nu 100 meter achter. Ben je zo dichtbij? Tobias staat 100 meter achter hem. En hij ziet je niet. Oké, jongens, Tobias staat 100 meter achter hem en hij ziet hem niet, dus waarschijnlijk gaat Tobias hem nu pakken. En, heb je hem? Nee, hij was hem kwijt. Oh, shit, Tobias is hem kwijt. Ik liep 100 meter achter hem, ja? Besluiten. Ja? Dan besluiten en toen ging hij een bocht om. Ja? En toen rende ik gewoon zeg maar die bocht om en toen keek
ineens weg, maar hij volgens sprint, denk ik. En welke kant op ging hij dan? Ja, en nu sta ik weer op een sprintring en ik weet niet welke er heen is gegaan, dus ik moet wachten op een nieuwe locatie. Oeh. Oké, we lopen weer in het bos. Teers heeft de telefoon. Elk moment kan er weer een locatie komen. Tobias had het net bijna, maar het is je ontkomen. Het is echt heel lastig. Ik hoop echt dat we hem vinden, want kijk, ik heb liever dat Tobias hem vindt. En dat Tobias gewoon lekker zei, hij hem mag knippen, dan dat ik hem, dat we hem niet vinden. Dat wij allebei geknipt moeten worden natuurlijk. Dus weet je, van mijn part vindt Tobias dan er maar niet uit. Zolang we hem maar vinden, dat is echt belangrijk. Hij komt of onze kant nu opgelopen, zodat we hem in de buurt hebben. Dus daarom kijken we heel goed om ons heen. Of hij is helemaal verder weg nog. Weet je wat het ding is? Stel je voor, we zouden hem zien in de verte en hij ziet ons ook. En dan rent hij gewoon weg. En dan kunnen we hem nooit meer inhalen. Hij heeft nu een locatie, oh, 600 meter. Ja, hij is naar de andere kant van de weg gegaan. Ja. Oh. We gaan heel veel abbeben nu. Even vragen waar hij uithangt. Hey! Ja, hoe gaat het? Goed. Waar ben je? ik wou eigenlijk jouw locatie een keer weten. Ja, dat gaan we nog niet vertellen, jongen. Dat was niet het spel. Ik heb even mezelf gefilmd en ik heb zo gezegd van... Ja, ik ben opnieuw een rustlocatie, dus ik ga het best aan hem vragen. Wij lopen natuurlijk een beetje achter de feiten aan, maar ons enigste hoopje is dat jij op een gegeven moment een beetje onze kant op loopt. Maar ja, als jij onze locatie hebt, dan loop je gewoon de andere kant op en dan kunnen we je nooit vinden. Ik ben ongeveer 500 meter van je verwijderd. Een halve kilometer. Ongeveer. Nou ja, dat is op dit moment wel de stand. Tobias is achter jou, jij ging het bochtje om en toen was je opeens van je loesoe. Ja, klopt, ik ging even toe een sprint trekken. Maar wist je toen dat Tobias achter je zat? Nee. Huh, gast, dit is je geluk geweest, hè? Ja, weet ik. Anders was je gepakt. Ik heb het zeker gehad, hè? Ik zit met de locatie nu. Goed zo. Laatste locatie is 300 meter hier vandaan. Het is eigenlijk op de plek waar we net zijn geweest voor de drones. Oké, jongens, Tobias heeft hem weer gezien. Nou, hij is heel dichtbij. Wij zijn ongeveer 150 meter van vandaag van wijers. Tobias ook is de 100 meter. Ja, ik zie Tobias. Ik zie Tobias rennen. Oké, jongens, dit is heel spannend. Yes, jongens, het is gelukt. Tobias heeft hem gepakt. Yes, ik ben zo blij, hoor. Oh, ik was ook bang voor mijn haar dat het er ook af moest gaan vandaag. Maar 10 minuten gelopen. We hebben langer dan een uur gezocht. Alba was ook heel goed, moet ik zeggen. Compliment van hem. Maar het is gelukt. En ja, hij pakt hem gewoon. Haha, yes. Daar zijn ze. Hoe ging het? Ja, op zich vond het wel goed. Weet je van meer dan sowieso meer dan een uur. Ja, meer dan een uur, ja. Dat is wel lekker. Maar vertel, je was aan het twijfelen. Ja, ik was aan het twijfelen of ik ga de drone helemaal daarin. Ja. Of ik ga naar het vriendenpark doen en daarna wat salto doen. Ja, ga ik even filmen, ga even salto doen. Maar Tobias zal hier op te wachten. Dus. Ja. Tobias en ik hadden het best goed samen. Want ik kwam van die kant aan. Dus als je daar ging, had ik gepakt in het bos. Ja, en Tobias ging hier. Dus oh. Goed gedaan, echt super sick. To, gefeliciteerd, goed gedaan. Oh. Tobias mag zo meteen knippen. Laten we maar gaan naar een plek waar een mooie ton deze staat. Daar zit je dan. Ik heb een maanat gemaakt. Je hebt een maanat gemaakt. We hebben een kammetje gekocht. We hebben een schaartje gekocht. En we hebben een ton deze. Ja, dit wordt leuk, jongen. Tobias, ben je klaar om de eerste schaar? Ja, ik ga af de eerste. Wow. Yeah. Ah, eerste keihard gaat. Keihard knip. Oké, Tiers, ga ik hem een klein beetje proberen? Ja, nou, ik zou sowieso dit stukje zelf met Tom Deus doen. Ja, met Tom Deus doen, ja. Hey! Die handen is een schipping. Wat een nieuwe video. Ik gun nu even Tiers aan. Tiers aan, Tiers. Kan je ook knippen? Ja, ik weet niet, ik heb het nog nooit gedaan gehad. Wat moeten ze wel even doen voor deze actie? Abonneren natuurlijk. En? Even liken gedaan. Even liken en jij moet zo ook. Als jullie willen dat Tobias Rutte zou ook wordt geknipt, dan... Laat even liken reacties. Laat even reacties. En? Met 10.000 likes gaan we Rutte zou ook knippen. Oké, deal. Met 10.000 likes mogen jullie mij daar ook knippen, jongen. Ja? 10.000 is veel, hè. Ben je serieus? 10.000 likes. Ga allemaal liken, alsjeblieft. Ik ga deze echt 10 keer promoten gewoon. Een broed. Waarom heb je zulke broers? Hier, even een beetje die kant elkaar opkijken. Oh, Abbe, je gaat er echt heel anders uitzien, hoor. Wat verwacht op mij even. Er komt gelijk een mooi overloopje, een mooi overloopje. Kom. Ga ze omhoog met je hoofd. Het is nog best op zich, de achterkant best wel sick, hoor. Ja, maar dit moet natuurlijk over gaan lopen. Van doe dan een Nike logo erin of zo. Strak kapseltje hier zo. Hey To, misschien moet je kapper worden later. Nou, heb je geld bij je af? Dus je moet, het is niet gratis, hè, dit. Is het niet gratis? Ah, Tobias, wie is hier nou het meeste te doen, jongen? Ah, jij ook. Okay, ja, wat nou? Goede lijn, hoor. Rat! Oké, nou, allemaal die worden nog wel even onder handen genomen. Zometeen zien jullie het eindresultaat. Nou, ik denk dat het vast heel mooi gaat worden. Boom! Dit is hem! Ik wil gewoon. Zo kort, man. Oh, die voorkant hier, gast, die is echt... Oh, dat is wel echt heel dood. Ik heb er de voorkant. Jongens, ik koop tennispetjes, ik ga ze ook rocken. Oh, die shit is erg lelijk, gast. Nou, zeg, ik ga gewoon jullie weten. Abonneer sowieso eventjes. 10.000 likes moeten we sowieso gaan halen. Gaan we de Rutte zou knippen. Gaan we Rutte ook verpesten. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Yo.